Was ik vorige zomer nog op een camping en afgelopen winter op een bungalowpark? Deze zomer ben ik op Texel met haar zeehonden, schapen, lokale lekkernijen en ongerepte natuur. Hier ontvang ik bijzondere gasten. Gesprekken met een lach en een traan. Bij mijn tent, vandaar de titel. Tim's Tent, maar dan op een eiland. Mijn gast van vandaag is de linkse activiste, 24-jarige Anne Fleur Dekker. Ze komt nu aan met de boot. En je kent haar misschien van dit fragment. Maar ik vind wel dat je moet beseffen dat als je dit soort dingen post... Dat je dan toch een beetje meedoet in de sfeer van mensen die zeggen... ja, je moet iets doen tegen zo'n Baudet. Ik ben geen fan van Thierry Baudet. Als Baudet. Ja, ze noemt zichzelf van de linkse en slash rechtse salade de crouton. Hoe zit dat precies, Anne Fleur? Hey! Hoi, Tim. Anne Fleur. Als je het publieke debat of zo zou zien als een salade... dan zwerf ik als een crouton ertussenin. Maar je bent nog wel links? Ja, ik zelf wel. Hoe links? Wat is hoe links? Op schaal van 1 tot 6. 5 of zo? Oh, toch wel? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik heb een tandem. Oh, god. Hou je van tandem? Tandy? Tandia? Nee, weet ik niet. Ik heb nog nooit op een tandem gefietst. Nee? Nee. Maar als je dan op een tandem gaat fietsen, wil je dan voorop of wil je achterop? Ik denk dat ik liever wil sturen. Ja? Ja. Zegt dat iets over Anne Fleur Dekker? Misschien. Ja? Nou, ik vind het heel eng. Ik vertrouw je wel, maar ik vind het toch een beetje eng. Oké. Moet ik eerst of jij... Oh? Oh, we moeten echt heel goed samenwerken. Oh, dat... Vertrouw ik jou wel? Heb mijn potje met vet al op de tafel gezet. Ben jij vaker op Texel geweest? Nee, dit is mijn eerste keer. Echt? Ja. Hou je eigenlijk van kamperen? Ja. Ja? Ja, ik hou heel erg van kamperen. Met wie kampeer je het liefst? Nee, ik vertrek binnenkort dus met mijn vriend naar Frankrijk. Dus voor het eerst kamperen samen. Oeh. Dus dat, ja. Samen in een tentje. Samen in een tentje. Dus dat wordt nog wat. Oh. Kijk nou. Leuk, hè? Dat is toch hartstikke leuk. Nou, kijk lekker even rond. Een mooie kussen. Ja, als je wil badmintonnen of als je een lekker gezelschapsspelletje wilt doen. Ja. Als je koffie wil. Als je wil dat we elkaar ondeugend nat gaan spetteren. Je hebt zelfs een barbecue. Ja. Ja. Om allemaal vegan dingen op te leggen. Lekker. Je eet veganistisch, toch? Ja, zoveel mogelijk. Ik zou hier eigenlijk nog uren kunnen blijven zitten. Wat ik normaal met je zou willen doen als je hier zomaar langskomt. Maar we hebben een afspraak. Oh god, ja? Ja. We moeten eigenlijk nu weg. Want ik heb een verrassing voor je, Anne Fleur Dekker. En dat is? Een verrassing, Anne Fleur Dekker. Oh, oké. Een verrassing is een verrassing, Anne Fleur Dekker. Oké, Tim. Dan kan ik toch niet aan je gaan verklappen nu al? Nee, oké. Nee, ook maar geheim. Maar hou je niet van verrassingen? Vind je dat niet leuk? Nou, ligt eraan wat. Liever niet. Ja, liever niet. Maar goed. Nou, ben je er klaar voor? Nou, ik hoop het. We staan nu voor het bord. Ja. En als je dan nu je ogen open doet, ja, dan zie je wat we gaan doen. Zeehonden! Tocht! Jee! Jee! Dat is echt cool. Echt een uitje, hè? Echt een uitje. Ja, even vakantie. Welkom aan boord. Bedankt. Dank u wel. Zoek een plekje en gaan we een rondje varen. Leuk. Gezellig. En gaan we echt zeehonden zien? Je gaat absoluut zo. Ja? Ja? Ik sta maar niet bang voor. Is het eigenlijk om Anne Fleur Dekker te zijn? Momenteel best wel leuk. Eigenlijk, ja. Ik ben best wel tevreden over mijn leven momenteel. Ja? Nogal wel een rotperiode gehad. Met, anderhalf jaar geleden heb ik ondergedoken gezeten. En, wat was er ook alweer? Ja, het begon anderhalf jaar geleden. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Eigenlijk de dag daarna had ik een artikel geschreven over Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Dat ik het een seksist vond, onder andere. En om een of andere reden is dat compleet soort van viral gegaan. En hebben mensen oude tweets van mij opgedoken en uit het verband gerukt. En een soort idee of een beeld van mij neergezet dat ik een soort van doorgedraaide extreem linkse activist zou zijn. Die misschien wel gevaarlijk was of in ieder geval niet oké was. En dat is altijd persoonlijk. Het was nooit op, ook wel op mijn mening, maar voornamelijk echt heel persoonlijk. En
dat doet best wel pijn en het is ook eng. Hè? Je wordt op een gegeven moment zelfs bedreigd, je krijgt politiebeveiliging. En die realisatie, of in ieder geval dat ik dat meemaakte, liet me realiseren dat je eigenlijk, ja, heel simpel gezegd, nooit mensen persoonlijk moet aanvallen. Als je het niet met iemand eens bent, dan moet je argumenten leveren waarom je niet met diegene eens bent, in plaats van die persoon echt aanvallen. En dat is lastig, hoor. Ik bedoel, ik vind het ook niet raar dat heel veel mensen dat misschien niet doen. Want, weet je, het is een hele menselijke natuur om juist heel erg persoonlijk te handelen van mens tot mens. En ik denk dat het veel belangrijker is als je echt nieuwe dingen wil komen, tot vooruitgang wil komen, dat je het breder moet trekken. Ja. Kijk, zit in het water. Ik heb nooit zoveel zeehonden bij elkaar gezien in het wild. Dit is Anne Fleur Dekker. Hij gaat gelijk op je onder. Hoor je het geluid? Hoor je? Heel ver weg. Een soort van krijsen. Volgens mij is dat dat krijsen van die kleintjes. Die zijn toch huilers of zo? Hoor je? Ja, wat een gek geluid. Ja, dat is dat huilen wat ze doen, denk ik. Ik heb dat echt nog nooit gehoord. Als je jouw leven vergelijkt met het leven van een zeehond, ja, is dat dan heel anders? Anne Fleur? Dat denk ik wel, Tim. Ja? Ja, dat denk ik wel. Veel minder stress. Zou je wel soms een zeehondje willen zijn? Op zich. Ik denk dat de zeehond dan een fijne optie is. Ja? Ja. Samen met de huiskat en de luiaard en de... Ja, dat soort... Fred. Fred bijten. Ja, dat stinkt ook wel. Lekker een bakje koffie zetten? Nou, heel graag. Ja? Kan je dat? Tuurlijk kan ik dat. Oké. Heb je wel eens op zo'n gasfles gekookt, zo? Tuurlijk, ik zit hier toch al de hele tijd. Ik zie het. En die heb je niet nodig. Dit wel, toch? Nee. Nee, zet hem direct op het pit. Kijk, hier gaat water in, hier gaat koffie in. Oh ja. En de truc is dat je moet wachten totdat hij pruttelt. En als hij stopt met te pruttelen, is hij klaar. Oké. Dat doe je. Proost. Proost. Op Texel of zo. Mooi gezegd. Hey, wat zijn nou dingen waar jij heel erg druk om maakt? Wat is Anne Fleur's top 5 aan dingen die morgen moeten veranderen in de wereld? Of in Nederland? Op dit moment? Ja, nu? Nou ja, ik hou me sowieso veel bezig rond het thema feminisme. Ja? Dat vind ik persoonlijk. Wat moet er anders? Heb je even? Nee, moet snel. Oh, oké. Moet snappy. Nou, meer vrouwen in topfuncties, meer vrouwen in de politiek, meer vrouwen in de media. Dat is al een paar dingetjes. Ja. En geen wage gap meer, geen loonkloof. Ja. En daarnaast, nou ja, de laatste tijd is vooral ook dat ik bezig ben rond het thema depolarisatie. Dus juist wel de dialoog opzoeken in plaats van alleen maar schreeuwen. Mm-hmm. Dus met je tegenstander praten. Ja, dat ik persoonlijk heel erg belangrijk vind. Ja. Je hebt een tijdje geleden een artikel geschreven over Thierry Baudet. Daar kreeg je heel veel bijval voor. Heel veel mensen werden boos. Ja, er was nog niet zo heel erg veel over hem geschreven destijds. Dus ik denk dat het dat ook een beetje meespeelde en dat het zorg werd opgepakt. Maar overigens, weet je, ik zit nu wel op een punt van dat is 1,5 jaar geleden. En ik ken Thierry inmiddels persoonlijk redelijk. En ja, goed, ik weet inmiddels, kijk, ik ben nog steeds niet tegen vorm voor democratie, maar zeg maar heel erg, ik zet me af van de standpunten van die partij. Maar ik vind het niet meer oké om iemand zo persoonlijk door het slijk te halen in een artikel of een tweet of wat dan ook. Want dat artikel, daar haalde je hem echt persoonlijk door het slijk en niet... Nou, weet je, dingen die hij geschreven had. Maar toch wel inderdaad vrij persoonlijk. En ik denk, weet je wat ik denk? En dat is ook iets wat ik zelf heb meegemaakt. Als je
de hele tijd maar blijft schrijven. En dat is best wel vaak ook in media, weet je. Ik snap dat Thierry Baudet, hij zegt gekke dingen. En hè, dat, natuurlijk bericht je daarover. Maar het is een beetje hetzelfde als met Trump. Als je de hele tijd er aandacht aan blijft besteden, het wordt het groter, dat ten eerste. En ten tweede, als je de hele tijd iemand zo persoonlijk pakt, dus continu zegt van, nou, hij is een seksist, hij is een racist. Ik weet niet of hij dat... Ik denk persoonlijk niet dat hij dat is. Ik denk dat er... nou ja, vooral... Maar dit dacht je wel, toch? Ja, ja, zeker. Ik heb je ook ergens horen zeggen dat hij een bedreiging is voor de maatschappij, voor onze maatschappij. Ik weet niet of ik dat letterlijk heb gezegd. Waarschijnlijk misschien Forum, maar... Ja, Forum, sorry. Ja, ja. In ieder geval de ideeën van Thierry. Ja, en dat is dus... En dat zie ik gewoon heel veel gebeuren nu. Het is best wel een beetje... Ja, het wordt heel erg daar de hele tijd zo'n focus op gelegd dat het een antidemocratisch zou zijn. Wat volgens mij is het gewoon een democratisch verkozen partij. En dat het gevaarlijk zou zijn. En zeg ik, goed, hè, natuurlijk nog steeds ben ik tegen partijen. En daar kun je 100 argumenten voor verzinnen. Maar die persoonlijke attacks de hele tijd, ik denk dat die gevaarlijk kunnen zijn. En dat zeg ik puur alleen uit mijn eigen ervaring van wat ik heb meegemaakt. Als, want ik ben ook door het slijk gehaald. Veel mindere mate dan iemand als Thierry Baudet. Je bent toch een beetje veranderd in je benadering. Maar weet je wat het is? Er wordt zo vaak vergeten dat achter politici of opiniemakers of wat dan ook, dat dat uiteindelijk ook mensen zijn, hè? En het is, je wordt zo gereduceerd tot je politieke mening of wat je geschreven hebt of wat je getweet hebt of wat dan ook, dat mensen vergeten dat je ook een mens bent en dat mensen fouten maken of ook soms misschien iets op de verkeerde manier zeggen of niet precies goed uitleggen wat ze bedoelen. En de meeste mensen zullen dan niet daarin duiken van wat bedoelt iemand nou precies. Dat is vrij logisch. Ik snap dat je daar geen zin in hebt. Maar, en oké, okay, want je zou bijna zeggen dat jij verliefd bent op iemand van het Forum voor Democratie, als ik je zo hoor. Ik heb een relatie met iemand die bij de partij zit, ja. Ja! Maar dat... Maar ik kan dat bijna niet loszien van je... van je verandering. Waarom niet? Omdat, eerst was je zo fel. Mm-hmm. En nu zeg je, ja, je moet toch ook... Maar denk je dat ik minder fel ben omdat ik een relatie met iemand heb gekregen? Of denk je dat die relatie mogelijk was doordat ik minder fel ben geworden? Ik zou Want denken... Want het is de tweede. Ah, oké. Okay. Dus jij hebt... Ik zou nooit... als ik destijds nog zo fel tegen de partij had gestaan, dan zou ik nooit dat toegelaten hebben. Dus jij was eerst, ben jij gematigder geworden in je kritiek op de Forum voor Democratie? Nou, ik heb mensen bij de partij, onder andere bij die partij, ontmoet en mee in gesprek gegaan, omdat ik geïnteresseerd was. In, weet je, je schrijft erover, je leest erover, maar ik kende eigenlijk er niemand bij. Oké, okay, dus jij, en zo heb je je vriendje leren kennen? Uiteindelijk, maar dat is pas veel later. Oké, okay, dus jij dacht, ik vind dit een belachelijke partij. Ze hebben een belachelijke standpunt. Nog steeds. Ik wil meer van ze weten. Ja, de mensen gewoon die erbij zitten. Ja, ja. Dat is, maar zo ging dat. Ja. Je ging naar ze toe. Je ging met ze afspreken. Ja. Want je wilde meer van ze weten. Hoe kunnen deze mensen denken en vinden wat ze vinden en denken? Ja, precies. En zo? Kan je vertellen wat er toen gebeurde? Nee, dan, langzaam... dan langzaam dat ik minder in dat hele persoonlijke van het verhaal zit. Dat hele felle van die mensen zijn slecht en moeten gestopt worden naar... Die partij is gewoon een rotpartij en die standpunten vind ik slecht, want ik vind dit. Want en dat, dat vind je nog steeds. Ja, en dat is hoe het in een democratie hoort. Niet mensen aanvallen, continu. Want dat kan gewoon, en dat is wat ik zelf heb meegemaakt, dat het gevaarlijk kan worden op een zeker punt. En daar ben ik heel erg tegen. Maar ik heb over jou nagedacht. Ik lag gisteravond in mijn tent na te denken. Mm. En ik dacht, zou ik verliefd kunnen worden op iemand die lid is van een partij, ja. Waar ik me absoluut niet in kan vinden. Ja. En waarvan ik niet zo heel lang geleden nog zei dat zij een bedreiging zijn voor de maatschappij, voor Nederland. Ja. Zou ik verliefd op zo iemand kunnen worden? Ik denk het niet. Maar want dat die, weet is in, je dus die niet. Persoon is in essentie zo, staat zo ver van mij af. Ja, maar dat is dus niet zo, want je bent niet de hele dag je politieke mening of overtuiging of wat dan ook. Ja, ik weet niet. Ik snap het gewoon niet zo goed. Ja, hoezo niet? Het is nogmaals wat ik zeg, het gebeurt zo vaak. Sterker nog, het is een VVD-kamerlid die een relatie heeft met de PvdA-kamerlid. Ja, maar dat vind ik echt iets anders. Waarom is dat echt iets anders? De felheid waar jij mee over Forum sprak en over Thierry. Mm-hmm. B, Thierry B. Thierry B. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. Ergens weet ik niet of ik nou moet denken... Nee. Zij is gaan verdiepen in Forum, in Thierry. Ze is erachter gekomen... Ja, dat het toch allemaal net iets genuanceerder ligt. Dat het, weet je wel, er staat nog wat achter de komma. Of dat je gewoon bijna aan het heulen bent met de vijand.
Nou, in mijn beleving is het toch echt dat eerste. Ja? Ja. Maar hoezo heulen met de vijand? Nou ja, zo zag jij ze, zo presenteerde jij ze. Maar dat is langzaam, heb ik daar een ander beeld van gekregen. Ja. En dat is niet omdat jij op één kussen ligt? Nee, want dat kussen dat kwam pas later in het hele verhaal. Ja. Nu komt er een stukje romantiek. Oké. Okay. Twee mensen uit verschillende hoeken ontmoeten elkaar. Mm. Hoe ging dat? Hoe merkte je dat je verliefd was? Hoe ging dat? Ja, ik werd verliefd. En hij ook op mij. En ik heb het best wel lang afgehouden. Juist ook omdat het lastig is. Omdat ik inderdaad fel geageerd heb tegen Vorm voor Democratie. Omdat ik wist dat er heel erg veel gedoe over zou komen. Ja. Heb ik het behoorlijk afgehouden. En Paul is gelukkig wel, zeg maar, heel erg zijn best gedaan. En uiteindelijk voor jou? Is voor mij. En uiteindelijk is daar een relatie uitgekomen, gelukkig. Ja? En daar ben ik nu heel erg blij mee. Ja. Wat is er zo leuk aan Paul? Ja, hij is gewoon lief. En hij is, je hou op. Oh, nee. Je bent verliefd. Ja, hallo. Nee, ik ben helemaal leuk, niet verliefd. Toch? Ja, precies. Oh ja, is het leuk? Ik hoor net dat. Nee, ja, hallo. Ik mag toch even vragen van hoe dat nou tuurlijk. Zit? Natuurlijk mag maar ik tuurlijk is het zit. Leuk dat je verliefd bent. Ja, nee. Hij is lief en slim en hij begrijpt mij gewoon zonder dat ik mezelf hoef uit te leggen. En er zijn niet zoveel mensen die dat hebben. Weet je wat mij nou erg leuk lijkt? Dat ik betaal. Ja? Maar dat jij voor ons twee een beetje een veganistische borrel organiseert. Oké. Okay. Maar is een veganistische borrel anders dan een... Nou, hoeft niet per se. Nee? Nee. Heel veel chips is vegan, chips. Nootjes. Kunnen iets van stokbrood halen met iets erop. Doe jij gewoon wat jij... Ja? Ja. Sorry. Je vindt het gewoon heel lekker cool daar, denk ik, hè? Mag ik ook? Maar weet je wat daar lekker is? Misschien moet je een beetje zo... Een beetje vlees. Nee. Vlees op je bank. Nee. Oh, dit is heel lekker. Lange vingers, mogen die? Ik denk het niet, het is meestal eien. Hey, denkt de Anne Fleur Dekker wel eens aan de dood? De dood in algemene zin of mijn eigen dood? Allebei? Of je eigen dood? Ik heb er wel over nagedacht. Toen ik ongedoken zat vooral en heel veel bedreigingen kreeg, heb ik wel nagedacht over dat er eventueel een kans bestaat dat iemand zo gek in zijn hoofd is dat hij me eventueel wat aan zou willen doen. Ja. Ja? Ja. Heb je echt in bed gelegen en gedacht, er zou nu iemand binnen kunnen komen? Nou, zeker in het begin. Ik had iets in de Bali in Amsterdam, het badcentrum. En dat was duidelijk dat ik daar zou zijn die avond. En toen liep ik naar buiten en toen stond iemand echt mij op te wachten. Heeft een beveiliger me weer naar binnen moeten trekken. Toen was ik de achteruitgang naar buiten. Ja, heel bizar verhaal, ja. En die avond dacht ik, er zijn mensen ook wel echt op zoek naar me. Want hij heeft jou opgezocht waar jij was. Je was in de Bali en hij is daar naartoe gegaan. Ja, twee mannen waren het. En uiteindelijk is mijn veiliger me geholpen. En via een achteruitgang ben ik weggevlucht, zou je het kunnen noemen. En die avond realiseerde ik me wel dat er echt mensen zijn die ook wel misschien iets willen doen. Ik weet niet wat die mensen gedaan hadden als ze niet opgemerkt waren door die beveiliger die bij me stond. Nee. Ik heb wel echt er best wel over nagedacht wat er eventueel... zou moeten gebeuren mocht er iets gebeuren. Maar hoe bedoel je? Nou ja, ik heb wel het een en ander op papier gezet. Wat? Nou ja, niet echt een officieel testament, maar wel gewoon van een paar laatste woorden voor iedereen. Echt? Ja, maar dat is een beetje gewoon om mezelf denk ik gerust te stellen hoor. Dat is... Ik weet niet of ik echt... Op dat moment dacht ik misschien er kan eventueel wat gebeuren echt. En natuurlijk maar kan het altijd... Maar jij hebt gewoon ergens in je huis, heb jij een brief? Ja. En jouw moeder weet waar die ligt? Nou, het is gewoon een vrij duidelijke envelop die op een vrij duidelijke plek ligt. Het is een grote gouden envelop. Ongeveer. Wijs van, ja. En ja, daar staan gewoon wat laatste dingetjes in. Je hoeft niet te zeggen, maar wat voor dingen staan er dan in? Afscheidswoorden. Weet je, gewoon voor de dierbaarste mensen in mijn leven. Niet niks? Nee, het is niet niks. En ik zeg het nu vrij rustig, omdat het went. Wel, zeg maar. En dat zou ik natuurlijk niet moeten doen, maar het went wel in een... Sorry. Pak maar hoor. Maar ik vind het wel nog altijd heel erg lastig naar mijn omgeving. Zoals bijvoorbeeld mijn moeder en mijn vriend, die wel ook met dit idee leven in hun dagelijks leven. Van, er is wel iets aan de hand. En nogmaals, het is nu veel minder en veel positiever geworden. Maar het is wel iets wat je nog steeds soort van bijdraagt. En ik vind het... Vooral erg wat ik hun soort van aandoen mee. En daar voel ik me echt heel schuldig over, wel. En waarom ga je er dan toch mee door? Want het zit toch wel diep.
Anders zou je zeggen, hey mam, ik stop er gewoon mee. Dat is wat ze willen, hè. Weet je, als je bedreigd wordt, willen ze dat je stopt met je stukjes schrijven en alles wat ik deed. En ik wil me niet laten verslaan. Ten tweede, het is ook niet wie ik ben. Ik zou, zeg maar, mijn Twitter-account, de artikelen die ik schrijf, et cetera, dingen die ik doe, dat is wie ik ben. Dus ik zou moeten stoppen met een heel groot deel van mezelf. Ja. Daar kan ik niet echt mee leven. Dus als een zeehondje lekker voor altijd poedelen in het zomerse water, ja, of sterven in het harnas? Sterven in het harnas. Ja? Zonder twijfel. Zonder twijfel. Want ik denk dat ik leef liever kort, maar dat ik wel trots kon zijn op wat ik heb gedaan, dan dat ik lang leef en alleen maar heb gepoedeld. Ja. Alcohol. Alcohol. Wat is je mening over alcohol? Wijn. Heel veel rode wijn. Mijn mening over alcohol is wijn. Een lekker merlootje, hou je ervan? Heerlijk. Ja, mooi. Nou, doe dat. Ik ben zelf echt een merlootman. Ja? Het is eigenlijk vrouwenwijn, hè, officieel. Ah ja, officieel. Dat vind ik weer. Ja. Is jouw vriend Paul ook genuanceerder geworden in hoe hij naar jou kijkt, naar linkse mensen, naar GroenLinks? Ja, maar hij heeft denk ik nooit echt heel naar, per se, naar linkse mensen gekeken. Jij was eigenlijk naarder vanaf de andere kant? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. En krijg je dan ook reacties uit je eigen linkse hoek? Ja, ik had zo, ik denk ergens rond februari of zo, een beetje op Twitter zo'n coming out van, hé jongens, ik praat ook wel eens met mensen van op het andere kamp, om het even zo te zeggen. En ik vind dat dat moet kunnen. Dat was nog voor dat ik een relatie kreeg met mijn vriend. En daar werd echt heel heftig op gereageerd. En echt op een hele nare manier van, Anne Fleur, die is nog gevaarlijker dan de fascisten. Want ze weet te veel en dit. En dat las ik dan allemaal over mezelf op Facebook. En ja, weet je wat het enge is? Intimidatie en ook bedreiging uit de hoek waar je zelf vandaan komt. Ik vond het persoonlijk veel enger. Ik weet, en het voelt natuurlijk persoonlijker, want je kent deze mensen soort van. Of je kent ze echt. En het is ook enger, want weet je, ze weten veel meer waar je woont. Ja, of in ieder geval, ja, hoe je leven in elkaar zit. Jij werd bedreigd door mensen die jij persoonlijk kent. Ja, in één keer gaat het hele verhaal rond van, nou, nu is Anne Fleur ook slecht. Mensen willen heel graag bij hun eigen groep blijven horen. En die positioneert zichzelf dan ten koste van mij. Ja. Dus die zeggen dan ook van, ja, Anne Fleur is inderdaad heel slecht. Weet je, zo. En dat is heel raar, want je wordt in één keer je eigen groep gewoon uitgeduwd. Ik ging eigenlijk met mijn voet, als je even een soort van boomhut zou voorstellen, met mijn voet buiten de boomhut staan. Van, hé, ik praat ook wel eens daar. En dan vervolgens geef je die zet om je er helemaal uit te gooien. Ja. En dat is een beetje wat er is gebeurd. En dat was ook heel erg eng. Veel enger eigenlijk. En daar heb ik heel erg mee. Dat was ook persoonlijk gewoon veel naar. Het voelde veel persoonlijker. Dat je iemand met wie je 2 weken geleden nog koffie hebt gedronken en op wiens verjaardag je zou komen een paar weken later, die gewoon van de een op de andere dag geen contact meer met je wil. Ja? Ja. En dat zeggen ze dan ook? Ja. Of ze laten gewoon, je bent in één keer geblokt of zo. Ja? Ja. Dat is gebeurd. Dat is met meerdere mensen gebeurd. Ik ben wel in één klap een heel groot deel van mijn sociale omgeving toen kwijtgeraakt. Echt? Ja. Jij als vrolijke 24-jarige crouton. Mm-hmm. Stel nou dat er over 20 jaar een musical over jouw leven wordt gemaakt. Anne Fleur, de musical. Mm. Zitten we dan nu voor of na de pauze? Voor. Net voor de pauze? Net voor de pauze. En als iemand dan vraagt, wat komt er dan na de pauze? Wat zouden ze dan, wat zou je dan zeggen? Ik hoop een heleboel vuurwerk. Maar leuk vuurwerk, geen knalvuurwerk. Nee? Siervuurwerk, ja. Is het na de pauze dan net wat rustiger dan voor de pauze? Ik denk dat ik nooit een rustig leven zal hebben. Nee? Nee, zo ben ik niet. Ik ben wat dat betreft veel te impulsief en veel te bezig altijd met van alles. Ik ben altijd bezig met van alles. En dat is waarom ik zeg siervuurwerk. En misschien was de eerste half jaar of het eerste deel van de musical wel knalvuurwerk. Ja. En dan wordt het siervuurwerk. Zullen we daar lekker op proosten? Daar gaan we op proosten. Hashtag lekker proosten. Lekker proosten. Hashtag Tim Stent. Hashtag Anne Fleur Dekker. Hashtag Hashtag love. Love. Hashtag uit je eigen bubbel. Proost. Proost. Op jou. En op het leven en jou. Het leven. En op mij. Ook een beetje op mij. Heerlijk. Zegt de man die niet wist dat Merlot de vrouwen eruit is. Nee, dit hebben we eruit geknipt. Nee, dat komt echt niet in. Wil je ook graag een bos wortels aanbieden? Dat is heel erg leuk.
Heel erg bedankt. Ik ook. Jij ook bedankt. Oké, nou dan heb ik mijn wortels mee. Nee, je hoeft nog niet weg. Oh, mag wel. Oké, fijn. Nou, dan, gewoon het einde van het programma, anders snappen mensen niet dat het voorbij is. Oh, oké. Nu komt ook de hashtag onder in beeld, dan is alles helemaal duidelijk. Ah, kijk, nu snappen ze het. Ja, fijn. Wat een avond. Proost. Dan vraag ik in de kamer, vond je dit nou een hartstikke leuk programma? En dan zeggen jullie allebei, ja, ja, ja. Vond je dit nou een hartstikke leuk programma? Ja, ja, ja. Ja. Heel leuk. Abonneer je dan op het kanaal van de VPRO.